Lieve Marcia. Nou, ik deed een hele hoog. Rustig even adem. Zet jezelf maar in peak state. Doorleef even wat je voelt. Als je even wil huilen, huil je even. Ik deed een hele hoge verwachting naar mezelf. Ja. En ik dacht, ik kan hier helemaal niet staan als ik niet echt een waanzinnige doorbraak heb gehad, maakt. Ja, dat is alleen de reden om hier te staan, hè? Dat dacht je. Ja. 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 Was er een rijtje met basisbehoeften die je gisteren liet zien? En toen zei je, de eerste vier moet je eerst en dan kan je pas eigenlijk wat. Dan komt er ruimte voor de rest. Komt er ruimte voor manifesteren van, voor de wereld. En ik realiseerde me dat de liefde en verbondenheid, dat ik die ontbreekt naar mezelf. Ontbrak. Soms is, wat zei je? Ontbrak. Ontbrak naar mezelf. Ja. En en ook realiserende inderdaad dat ik 10 jaar lang aan een heel mooi project heb gewerkt en daar eigenlijk niet. Ik heb momenten zeker genoten, maar niet blij kunnen zijn met wat ik zelf manifesteerde. Hmm. En toen ging iedereen hier na de reset die bij mij niet heel erg aankwam, zeg maar, ging helemaal uit de stak. En toen ben ik buiten gaan wandelen. En toen heb ik afgesproken dat ik mijn. Toen dacht ik, oh, wie is nou zo kritisch in mijn hoofd? Dat ben ik natuurlijk. En tegen wie praat ik dan? Dan praat ik eigenlijk tegen mijn ziel. En oké, maar als ik nou allerbeste vriendinnen word met mijn ziel, dan kunnen we dit samen doen. Want ik heb altijd heimwee naar waar ik vandaan kom. Dus dan hoeft dat niet meer. En hoef ik geen heimwee te hebben. Of dan heb ik geen heimwee en dan doen we het samen. Dus vanochtend de hele gesprekken met elkaar. Dat is heel leuk. Met je ziel? Ja. Oh, mooi. Ja. En toen dacht ik, opeens dacht ik, ja, maar het is niet alleen ik en mijn ziel. Het is ook mijn lichaam. Zeker. Dus ik lag daar en dus zo van, wil jij ook meedoen? We zijn met z'n drieën. Gezellig. En want ik heb heel veel kritiek altijd mijn hele leven op mijn lichaam gehad. En maar dat doe ik niet meer aan. Nee. Want ik dacht, van ja, zo praten we niet tegen. We kunnen samen natuurlijk niet tegen. Ik kan niet meer tegen haar zo gaan praten. Exact. Dus ik heb een hele leuke, nieuwe, allerbeste vriendin. En we zijn met z'n drieën. Zo, wat goed. Dus dat wilde ik even delen. Ja, dat is. Fantastisch. Inspirerend. Je bent je eigen allerbeste vriendin. Ja, dat scheelt echt een hele hoop. Want ik heb echt zoveel kritiek altijd op mezelf. Gehad. Ik had. Ja, sorry. dat had ik inderdaad. En dat stopt. Wow, en als dat. Nee. Dat is gestopt. Ja. Dat stopt. Dat is gestopt, ja. Ja. Ik moet inderdaad even wennen. Want er blijft wel heel veel tijd over sowieso. Ja, ik wou zeggen. Wat een energie. Wat ga je daar allemaal mee doen? En het sexy chickie. Waar, dat is, vind ik ook super inspirerend. Ja. En, own your body. Ja. Ja, goddelijke, lekkere. Elke cel is lekker en mooi. Ja. Ja. Dus ik ben aan het ontdekken. Kom net uit mijn ei. Lekker, hè? Geniet van het mooie ontdekkingstochtje. Heel mooi. Heel inspirerend. Dankjewel. Dankjewel. Echt heel mooi. Zo, wauw.